tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Nou, ik had me onze laatste avond toch anders voorgesteld. Nog maar een potje scrabbelen dan? Nee, hebben niks anders. Iets waar jij niet de hele tijd in wint, bijvoorbeeld. Ja, ik had graag wat intelligenter gezelschap gehad, maar... Nou, ik heb je deze vakantie toch maar mooi in een heldere rol geholpen. Je kan altijd blijven opscheppen hoe je mij mijn leven hebt gered. Ja, dat is waar. Hartelijk dank. Ik krijg vast een lintje. Hey, wil jij nog wat drinken? Eens nog bier. Nou, het zal cola worden. Je vader heeft alles opgedronken. Ja. Vond jij niet vervelend dat ze er waren? Nee. Ik mag je moeder heel graag, dat weet je. En je vader is ook wel oké. Ik heb massa's mensen van die leeftijd hier langs zijn ingedut. Vond jij niet dat ze raar deden toen ik vroeg waarom Roos niet was meegekomen? Ik moest toch werken? Ja, maar ze had toch wel iets van zich kunnen laten horen? Had ze geen zin in, kennelijk. Dat blijkt wel. Ja, ik zou er maar niet over inzitten. Ze heeft het hartstikke druk met haar studie, dat zei ze vorige week nog. En je ziet haar over een paar dagen toch weer? Ja, dat is zo. Ja, ze had gewoon een briefje kunnen meegeven of zo. Ja, maar natuurlijk kan je hier blijven slapen. Hier, denk maar. Gaat het weer een beetje? Hey. En dan moet je me nu maar eens vertellen waarom ze het huis uit heeft gezet. Anita. Ik ben, gisteren ben ik met Arthur uit geweest. En het is allemaal behoorlijk uit de hand gelopen. Ik zeg niet dat het niet leuk was hoor, maar... ik ben bij hem blijven slapen. Dat meen je niet? Jawel. En vanochtend stond Laura in onze kamer en heeft dus ons in bed zien liggen samen. Wat? Ik dacht dat ik door de grond ging. En het allerergste komt nog. Want ze heeft me overal gezocht om te vertellen dat Arnie overboord is geslagen bij het kanoën. Oh mijn god. Maar het schijnt allemaal heel goed met hem te gaan hoor. En het is allemaal heel goed afgelopen. Maar als hij te weten krijgt wat er gebeurd is... Jeetje, Roos, wat een puinhoop. Oh. Hey, dat je kon helpen. Hey. Ja, zo, nu is die leeg. Jammer, hè? Zo, is je al klaar? Meneer had honger, zeker. Hé, hey. Nu is het onze beurt. Jij bent al begonnen, zie ik. Ja, je bleef zo lang in de badkamer. Ik had zo'n trek. Zeg, heb jij Janine al wakker gemaakt? Het is hartstikke laat. Janine? Die is er niet eens. Is ze al weg? Hoe heet het? Ze is vannacht niet thuis geweest. Nee, dat meen je niet. Ja. Waar zou ze zijn dan? Ik weet het niet. Ze heeft me niks verteld. God, als er maar niks gebeurd is. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nog een beetje kunnen slapen? Hey, ik heb vannacht nog wel lopen piekeren. Ik ben dus om 6:00 opgestaan. En hey, wat nu? Weet je wat je gaat doen? Ik wou dat ik Arnie kon bereiken, maar daar hebben ze natuurlijk geen telefoon.
Stel je voor dat Laura verteld heeft wat er gebeurd is. Ik wil het zelf vertellen. Ja, maar natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Misschien heeft ze het al verteld. Weet je, ik moet daar niet aan denken, hè? Hé, Roos. Doe nou. Waarom praat je niet nog een keertje met Laura? En misschien kunnen jullie wel een paar afspraken maken. Dat het beter is om voorlopig niks tegen Arnie te zeggen. Doen of er niks aan de hand is? Dat kan niet. Er is te veel gebeurd. En het is allemaal lullig voor Arnie. Ja, maar hij is nog niet beter. Nee, maar hij moet het weten. Hij moet het snel weten. Hij komt natuurlijk gauw thuis en hij vraagt zich af waarom Laura mij uit huis heeft gezet. Ik ga straks even naar huis. Arnie's huis. En dan ga ik mijn spullen pakken. Ik hoop dat ze me erin laten. Ach, ja, natuurlijk wel. Ze is vast wel weer bijgedraaid. En misschien wil ze nu wel met je praten. Nee. Als jij zag hoe ze reageerde tegen me. Je had haar moeten zien, joh. Ja, ze haat me. Ja, zal ik doen. Ze komt net binnen. Goed, dag. Niet schrikken, ik kom alleen maar even gedag zeggen. Waar ben je toch mee bezig op het moment? Je komt pas thuis als ik al in bed lig en je bent de deur alweer uit voor ik wakker ben. En waar heb je dat aan te danken, wilde je zeggen. Ik heb het vreselijk druk. Kijk, die moet ik nog de hele dag doornemen. Ja, zal ik je niet langer ophouden. Tot straks. Tot straks. Ja, het kan wel wat later worden. Ik heb nog een afspraak met Onno Wassenaar. Alweer? Die man is echt dol op je, geloof ik. Nou, dat valt wel mee. Maar hij liet wel doorschemeren dat ik een serieuze kandidaat ben voor het genootschap. Wat goed. Dat is een felicitatie waard. Kom op. Nog niet zo voorbij. Zover is het nog niet. Vanmiddag hoor ik precies wat de voorwaarden zijn om mee te mogen doen. Hij vindt in ieder geval dat je bij die club past. Dat is het belangrijkste. En de contributie kan niet echt een probleem zijn, toch? Nee, dat is zo. Wat fantastisch. Ik ben er trots op je. Ja, ik maak dit eerst even thuis af en dan ben ik over een uurtje bij jullie. Oké. Laura? Ja, kun je even komen helpen? Wat ben je aan het doen? Nou, ik heb dit alvast uitgezocht en boven de trap zat nog een andere doos. Wil jij die even pakken? Maar dit zijn toch de spullen van Roos? Ja. Ja, wacht nou even. Wat ben je van plan? Je gaat het toch niet weggooien? Nee, hoewel de verleiding wel erg groot is. Want hoe eerder deze troep huis uit is, hoe beter. Zou kunnen we niet beter even wachten tot Arnie terug is? Ik vind toch dat je op zijn minst even met hem moet overleggen? Geen sprake van. Ik wil werkelijk geen dag langer meer met die meid onder één dak komen. Het is wel onze zoon, hoor. Die ze heeft belazerd. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar dan nog is het hun zaak. Waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Ik vind trouwens dat je ook wel even met mij had mogen overleggen. Overleggen? Wat valt er nou nog te overleggen? Wat is er nou toch met je? Zoiets kan toch gewoon niet? Ik vind dat dit op de eerste plaats een zaak is tussen Arnie en Roos. En ik begrijp best dat je er even niet wilt zien, maar dit gaat me te ver. Ik ga zelf die doos wel even halen. Oké, doe maar wat je niet laten kan, maar ik ben het er niet mee eens. Nou, kijk, daar staat het. Zie je nou wel? Ja, ja, je hebt gelijk. Het lijkt wel alsof je verbaasd bent. Nou, dat ben ik eigenlijk ook. Ik ben eigenlijk helemaal niet gewend dat jij gelijk hebt. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Harms. Wij vroegen ons net af waar de koffie bleef. Ja, zonder koffie kan er niet gewerkt worden, hè? Mijn vroegere baas die zei altijd, je mist niemand zo snel op kantoor als de koffiejuffrouw. Koffiejuffrouw, wat hoor ik nou? U gaat ons toch niet verlaten, meneer Harms? Nee. Oh, u gaat in de toekomst in een rokje lopen. Nee, natuurlijk niet. Daar hadden we het net over. Het zou misschien toch nuttig zijn als er iemand... Ja, nee, maar meneer Harmsen, u bent onmisbaar, dat weet u. Kan ik juist meteen even spreken? Zal ik nou meegaan? Ja, is goed. Brengt u me wel koffie, meneer Harmsen, anders wordt het vandaag weer niks. Nee, dan... Ja, dat komt straks wel. Lia belde net nog. Lia? Van Brugman en Steins, of je er onmiddellijk wil terugbellen. Oh ja, dat doe ik straks wel. Ik moet eerst even dit afmaken. Hé? Dat zou je toch gisteravond hebben gedaan?
Ja, dat is er niet meer van gekomen. Want dan had je net zo goed met ons mee naar de kroeg gekund. Met wie? Nou, met Jef en mij. Jef heeft toch gevraagd? Je was te druk, zei hij. Ja, dat was ook zo. Maar... ANF met Janine. Hey Lia, ja, ik hoorde dat je gebeld had. Hey, hallo. Hallo. Kom binnen, of heb je geen sleutel? Jawel, maar Laura die heeft gezegd dat ik kom dit ophalen. Ja. Ja, het spijt me dat het allemaal zo loopt, maar ik had het liever anders gezien. Nou, ik kan bij Anita logeren dus. Ja, wacht. Je moet niet al die boeken bij elkaar stoppen. Als je deze er nou uithaalt en je vult de rest op met kleren, dan... Dank je. Ik dacht dat je me meteen zou wegsturen. Luister, Roos. Arnie komt gauw terug. Misschien morgen al. Ik vind dat het een zaak is tussen jullie. En misschien komt het allemaal nog wel goed tussen jullie. Ik hoop het. Echt. Nee, niet met vakantie. Ik bel je nog wel. Oké, dag. Meneer Harmsen, wat kan ik voor u doen? Er is bezoek voor u. Een heer Lammers. Wie? Een meneer Lammers. Lammers, die ken ik niet. Nou, ik heb u toch zo gezegd bij de balie te wachten. Mickey! Hey, Mickey, jongen! Dat is lang geleden. Hey. Goh, wat zie je eruit? Het is maar goed dat u hem zo officieel aankondigde, meneer Harmsen, want anders had ik hem helemaal niet herkend. Kijk nou. Kom ik ongelegen? Nee, nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Goh, jongen, hé. Hey. Nou. Ga zitten, ga zitten. Leuk. Ja, ik wil je eigenlijk wat vragen. Ben je druk? Stoor ik je? Oh. Mickey? God, leuk. Sorry, ik wist niet dat jullie bespreken hadden. Het maakt niet uit. Jullie kennen elkaar? Ja. Wil je koffie? Nee, ik stap maar weer eens op. Ja, ja, ik heb je zo lang niet gezien. Zullen we anders iets afspreken tijdens lunchtijd of zo? Ja, graag. Leuk? In de Koning? Ja, oké, in de Koning. Verzin jij vast een paar stoere verhalen over het leger en zo. Nou, ik doe mijn best. Zie ik je straks, oké? Ja. Dag. Van mij hoef je niet weg, hoor. Zo, en nu naar buiten ermee. En voor je weggaat wil ik je nog dit zeggen. Je komt er hier niet meer in. Nooit meer. Laura, alsjeblieft. Ik ruim het zo meteen wel op. Vooruit, weg met de troep. Nou, laat mij dat nou maar doen. Ga jij maar naar binnen. Ik heb nog medelijden met de rook. Je moest je echt schamen, weet je dat? En als je hier nog één voet over de drempel zet... Als... Laura, nu weten we het wel. Kom maar, ik breng je wel even. Laura Albert. Dag man, met Arnie. Oh, Arnie. Hoe is het met je? Nou, het gaat goed. Ik heb goed nieuws. Ik kom vanmiddag thuis. Oh, vanmiddag al? Ja. Ik dacht eerst dat ik wat langer daar moest blijven, maar de dokter vond het goed. Wat leuk. Mag ik Roos even? Nee, dat kan niet. Die is net de deur uit. Die moest even iets doen. Oh, nou, jammer. Ze is er vanmiddag toch wel, hè, als ik thuis kom? Ja, dat denk ik wel. Ja, hoewel ze zei dat ze nog ergens anders naartoe moest, geloof ik. Ik weet het niet zo precies. Shit, man, mijn geld is op mij. Ik zie jullie vanmiddag. Ja. Dag. Hallo? Hallo. Zo. Hoe was de logeerpartij? Logeerpartij? Ja.
Waarom heb je niks gezegd? We waren best ongerust toen je niet was vanochtend. Ja, het liep allemaal een beetje raar gisteravond. Raar of leuk? Ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is. De romantiek heeft toegeslagen, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Mag ik raden wie het is? Ja, hè. Leuk, hè? Ja, leuk. Gefeliciteerd. Vind je het echt leuk? Ja, natuurlijk. Alleen, ja, god, dat heb ik al een keer gezegd. Wat dan? Ja, Daniel heeft het best moeilijk gehad de laatste tijd. Hij is kwetsbaar. Dat weet ik toch ook allemaal wel? Ja. Ik hoop gewoon dat jullie het rustig aan doen. Jij bent ook net weg bij Simon. Suzanne, we hebben 1 keer bij elkaar geslapen. Ja, oké. Okay. Ik hoop gewoon dat jullie weten wat jullie doen. Maak je nou maar geen zorgen. Bovendien, het is er nou toch te laat voor. Ja. Was het echt zo erg in het leger? Ja, het was vreselijk. Het verbaast me nog steeds dat het je gelukt is om eruit te komen. Ik bedoel, tegenwoordig is dat toch niet zo makkelijk meer? Alle trucs zijn inmiddels wel bekend, dacht ik. Ja, het was ook geen truc. Ik heb er niks voor hoeven doen, het ging vanzelf. Ze hebben me daar weggestuurd, omdat ik het gewoon echt niet aankon. Dat rare geschreeuw en die idiote discipline. Dat gedoe van slaapzaal. Vreselijk vond ik het. Ik hoorde helemaal niet thuis. Jij bent niet de enige, jongen. Nee. Het stom is dat het me nog dwars zit ook. Ik zie het als een mislukking. Nou, toen nou. Zeg, je hoeft je toch niet te schamen omdat jij je niet in het leger thuis voelt? Er zijn zoveel mensen die niet in dienst gaan. Kijk, in Nederland hebben we toevallig dienstplicht, maar in een heleboel landen is dat niet zo. Dan zouden al die mensen zich ook moeten schamen. Ja, dat is waar. En het leger is absoluut geen afspiegeling van de maatschappij. Het is een instituut met zijn eigen wetten en zijn eigen normen. En over het nut daarvan zouden we urenlang kunnen discussiëren. Nou, laten we dat alsjeblieft niet doen. Nee, jij en ik zouden gauw uitgepraat zijn, hè. Weet je, ik ben destijds ook afgekeurd, maar ik weet zeker dat ik het er vreselijk gevonden zou hebben. Waarschijnlijk hadden ze mij ook weggestuurd. Denk je? Ik weet het niet, maar in elk geval heb ik het nooit als een gemis gevonden. Integendeel, ik vond het zelfs een voorrecht. Dan komen we nu bij het volgende punt, de opvolging van Philip Schellinghout. Mag ik even? Ik vind het niet terecht dat mevrouw Hafkamp zich hier opwerpt als voorzitter. In haar positie zou ik... Dat doet niet ter zake. Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter komt. En daar gaan we het ook over hebben. Tot dusver is er in ieder geval een interimkandidaat. Ik stel voor dat deze vergadering niet door mevrouw Hafkamp wordt geleid, maar door een van de bestuursleden. Ik geef toe dat de situatie ongebruikelijk is, maar ik zie geen reden om dat wat deze bijeenkomst betreft nog te veranderen. Ten slotte is mevrouw Hafkamp nog steeds in functie. Precies, en ik wil iedereen er overigens op wijzen dat mij nog steeds vrij weinig armslag gegeven wordt binnen mijn functie. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik binnenkort weer de mogelijkheid kreeg om normaal te functioneren. Maar dat is toch tegen alle... Dan gaan we nu verder met de opvolging van Philip Schellinghout. Helaas is er slechts 1 kandidaat voorgedragen. Ik maak bezwaar tegen de kandidatuur van de heer Van Amerongen, omdat mijns inziens mevrouw Hafkamp daar belang bij heeft. Daar is mij niets van bekend. Ja, daarvan ben ik op de hoogte. Nou, ik niet. En aangezien de heer Van Amerongen de enige kandidaat is voor het voorzitterschap, neem ik aan dat het verstandig is om daarover te stemmen. Flauw zeg. Kom maar tevoorschijn. We zijn natuurlijk boven. Roos, ik ben thuis. Volgens mij is er echt iemand thuis. Ze verstoppen zich. Maar ik ga ze niet zoeken hoor. Oh, hallo.
man. Hoi. Hoi. Het is spijtig voor de heer Van Amerongen, maar stemming is stemming. Daarom zullen op zeer korte termijn nieuwe kandidaten moeten worden voorgedragen. Ik neem aan dat onder de aanwezige bestuursleden nog steeds geen belangstelling bestaat voor het voorzitterschap. Dan stel ik voor om deze kwestie verder te behandelen in de volgende vergadering. In de tussentijd zullen naar nieuwe kandidaten moeten worden gezocht. Ja, het lijkt me het beste als aanmeldingen worden gedaan bij de secretaris. Het spreekt natuurlijk voor zich dat alleen objectieve kandidaten in aanmerking komen voor deze functie. Tot slot zou ik nog even terug willen komen op het verzoek van mevrouw Hafkamp in zaken haar vrijheid van functioneren. Ik stel voor om daar pas een beslissing over te nemen als er een nieuwe voorzitter is gekozen. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Ja, ik. Maar ik begrijp dat het geen enkele zin heeft om in dit gezelschap daarover in discussie te gaan. Goedemiddag. Ja, kijk, dat willen we nu juist niet. We praten niet over wat er zich binnen het genootschap afspeelt. Zeker niet met buitenstaanders. Maar wat is er dan zo geheim aan? Dat kan ik je niet uitleggen, althans nu nog niet. Je moet het maar gewoon aannemen. Dus eigenlijk weet niemand waar hij aan begint op het moment dat hij lid wordt? Daar komt het op neer. Wat is voor u de reden om toe te treden? Sorry, wat zei je? Ik vroeg wat voor u de reden was om toe te treden tot het genootschap. Tja, laten we zeggen dat ik wist dat er belangen mee gemoeid waren die ik buitengewoon interessant vond. Het kan geen kwaad om aan sommige van je zakelijke relaties wat extra aandacht te besteden. Zowel in positieve als negatieve zin. Onze leden steunen elkaar. De wederzijdse belangen gaan voor alles. Voor individuele belangen. Solidariteit voor alles. Zoiets, ja. Stel, ik schrijf in voor een groot bouwproject. Er schrijft zich een grote Russische onderneming in die ver onder de prijs gaat zitten. Welke firma? Nou, dat doet er nou niet toe. Dat noem ik geen gezonde concurrentie meer. Maar gelukkig hebben wij onze contacten die ervoor kunnen zorgen dat die onderneming zich terugtrekt. En zo'n situatie doet zich nu ook voor. En dan kan ik jouw hulp bij gebruiken. Ik? Maar ik ben geen lid. Hiermee kun je bewijzen wat je voor ons kunt betekenen. De proeven van bekwaamheid. Precies. Luister. Binnenkort komt er een topman van een buitenlandse firma naar Nederland. Hij neemt zijn vrouw mee en zijn zoontje. En om dat zoontje gaat het. Dat ga jij ontvoeren. Zal ik niet wat eieren voor jullie bakken? Nou, voor mij niet hoor. Bedankt. Soep, willen jullie soep? Er is nog... Nee, dat hoeft niet, mam. We hebben uitgebreid gegeten voordat we weggingen. Oh ja? Ik dacht, het wordt natuurlijk niks, dat koken van jullie. Ja, vroeger toen kookte Arnie nog wel eens. En goed ook. Maar tegenwoordig laat hij steeds meer aan mij over. Ja, of aan Roos. Waar is ze eigenlijk? Ik dacht eerst dat ze zich verstopt had. Maar ze is er niet, hè? Nee, ze is er niet. Waar is ze dan? Dat weet ik niet en dat wil ik niet weten ook. Ze woont hier niet meer. Ik heb het huis uitgezet.